vlak aan zee, daar ligt een mooie stad. Wel heel klein, maar toch gebeurt er zaad. Je verveelt je daar geen enkele dag, omdat je er fijn spelen mag. Maar hoe leuk dat ook is, soms gaat er iets mis. Dan moet de helden zich snel melden, onze helden van de stad. Bella blust brand met haar brandweerspuit. Balt je politiewagen, zoekt het uit. En heeft Olivier eens even pech, dan is er gauw hulp onderweg. Dus als er iets fout zal gaan, komen zij er snel aan. Het zijn onze helden, die zich dan melden. Onze helden van de stad. Helden van de stad. Brand in de ijssalon. Stel je toch eens voor dat ik een privédetective was. Lekker weertje, hè, Reggie? Nou zeg, zo'n lekker weertje vind ik het niet. Het is echt veel te heet voor me. Ik voel me helemaal suf. Het zou mijn koelsysteem kunnen zijn. Ach nee, dat klinkt niet zo best, zeg. Ga anders naar de garage, dan kan Sam even naar je kijken. Nee joh, ben je gek? Ik hou niet zo van garages, weet je. Je gaat me toch niet zeggen dat je bang voor garages bent, hè? Huh? Wel nee, ik ben toch cool. En dus niet bang voor garages. Het is echt flauwekul. Ik heb gewoon niet zo goed geslapen vannacht. Dat kan, maar ik heb lekker gedroomd. Ik was een echte privédetective. En nu was er dus een zaak die niemand kon oplossen. Oh, hey Sylvie. Alles goed met je? Nou, ik ben op zoek naar Eifke IJs. Het is zo'n heuse dag vandaag dat ik wel een ijsje lust. Oh, dan ga ik graag met je mee. Ik kan best iets verkoelends gebruiken. De Olly Ongelukstraat. Cool, kom, we gaan. Hey, kijk eens even uit, ja. Stelletje racemonsters. Ik zie het al helemaal voor me. Privédetective Olly Ongelukswerelds allerbeste speursnavel. Krijg nou wielen. Dat lijkt brand. Oh. Bah. Van deze hitte krijg ik barstende hoofdpijn. Ben blij dat jij de brandweerauto bent en ik niet. Ja, dat zal best. Maar ook op hete dagen moeten alle helden zich inzetten voor de veiligheid van de stad. Met deze hitte is er een grote kans dat er brand... Met de noodhulpdienst? Ja? Waar dan precies? Oh, je meent het. Dat is niet zo best. We komen eraan. Luister goed. Ik had Olly Ongeluk aan de lijn. Er is brand bij de garage. Jullie moeten meteen gaan. Want het is... Tijd voor actie! Woehoe! Ha! La, 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 la. Oh, goedemorgen. Hallo Sam, klopt het dat er hier bij jou brand is? Brand? Nee, niet dat ik weet. Maar ik zie ook niet veel door al dat stof. Ik geef mezelf net een schoonmaakbeurt, want mijn matten zijn al lange tijd niet meer uitgeklopt. Vandaar. Kijk maar eens hoe stoffig ze zijn. Tja, dan heeft Olly vast geen brand gezien, maar gewoon heel veel stof. Of niet soms, Olly? Wat zei je? Oh nee, ik dacht niet dat ik stof had gezien. Maar zelfs ik kan me vergissen. Ook al heb ik hele goede kraaienogen. Wow, ik zou maar uitkijken met zo'n vergrootglas in de felle zon. Daar kan brand van komen, hoor. Poeh, maar één ding is in ieder geval zeker. Er is hier geen brand. Nee, dat is zo. Je hebt gelijk. Sorry, hoor. Ach, het is niet erg. Het is goed dat je gebeld hebt.
Maar we moeten nu echt weg voor het geval we een echte melding krijgen. Tot kijk. Dag hoor. Groetjes. Tot kijk. Ik snap er helemaal niks van. Ik zou toch zweren dat er brand was. Ijsjes zijn lekker fris, vooral als het heel warm is. Hé, wat is dat? Maar het lijkt wel rook. Ja, en het ruikt ook heel erg naar brand. En de rook lijkt zich ook wel te verplaatsen. Misschien staat er een auto in brand. Dat zou best eens kunnen. Kom mee en bel gauw de noodhulpdienst. Hou je goed vast. Hallo, spreek ik met de noodhulpdienst? Er is brand. Een wagen die naar het park gaat. Gaat het, Reggie? Ja hoor, ik stop alleen om even af te koelen. Ga je alvast maar. Nou ja, oké. Tot straks dan. Goed dat jullie er zijn. Ik kreeg net een melding dat er een wagen in brand staat die op weg is naar het park. Huh? Fijn. Kom, niet zo blijven staan, jongens. Ga onmiddellijk kijken wat er aan de hand is. Ik heb vers gebakken broodjes. Wie wil er een paar hebben? Hoi, Benny. Zijn je broodjes aangebrand? Oh, durf jij dat te vragen? Ik heb nog nooit aangebrande broodjes gehad. Oh nee, mijn krentenbollen staan nog in de oven. Hoe kan ik die nou vergeten? Juist ja, dus deze keer heb je ons gebeld voor vers gebakken krentenbollen. Nee hoor, ik zag echt er ook heel veel zelfs. En dat was niet van Benny. Oké, maar ik zie nergens rook. En al helemaal geen vuur. Wat vind jij, Paultje? Moeten we het nog onderzoeken? Nee, het zal wel niks zijn. Je moet niet zo snel in paniek raken, Olly. En je moet ons pas bellen als er echt een noodgeval is. Ik dacht eerlijk gezegd ook dat ik wat zag. Maar we hadden het blijkbaar allebei mis, Paultje politiewagen. Nee, echt niet. Zoals ik al zei, bel ons alleen als er echt een noodgeval is. Nou ja... Dan moet privédetective Olly Ongeluk zelf maar op onderzoek uitgaan om te kijken waar die rook vandaan komt. Tja, het is voor mij ook nog steeds een raadsel. Ik dacht ook echt dat ik rook zag. Juist. Hey! Au! Hey, zeg, wat krijgen we nou? Reggie Racemolsen, waarom sta je daar? Heb je nog last van je koelsysteem? Tja, het is nog erger zelfs. Niks doet het meer. Ik kan nou niet eens meer starten. Zo, dat lijkt me nog erger dan mijn opa's roestige uitlaat. Kom anders even mee naar de garage, dan maak ik je wel. Nou, is dat nou wel zo'n goed idee? Ik bedoel, het is toch wel... Hoe zeg je dat? Het is misschien ook wel... Je bent toch niet bang? Oh, dat is nergens voor nodig, hoor. Neem mij bijvoorbeeld. Ik moet elke week naar het ziekenhuis. Dat is zeg maar mijn garage en ik loop nog steeds vrolijk rond. Daar heb je gelijk in. Dan zal het wel meevallen. Je hebt ook weinig keus. Het is of hier blijven staan, of meegaan met dokter Sam, zodat je straks weer verder kunt. Oh nee, daar komt Sylvie al. Vlug, schiet op. Ik wil niet dat ze me zo ziet. Eten, schaap. Ijsjes zijn lekker fris, vooral als het heel warm is. Ah, brand! De ijssalon staat in brand. Huh? Oh ja? Oh ja, je hebt gelijk. Er is inderdaad brand. Ik bel de helden. Ja, graag. Als je maar opziet. Al mijn lekkere ijsmensen nog. De ijssalon hier staat in brand. Kom vlug, de ijssalon staat echt in brand. Luister goed. Olly Ongeluk belde en hij zei dat de ijssalon in brand staat. Dat zal wel meevallen, hoor. Iemand zal vast wel zijn matten aan het uitkloppen zijn of verse broodjes aan het bakken. En toch blijft het een melding en die moet altijd serieus genomen worden. Precies. Ik ben het met Bella eens. Vooruit, het is dringend. Goed dan, je hebt gelijk. Ik ga wel weer met je mee, Bella. Het is tijd voor actie! Au,
Dus toch! Hoera! Ja! Ja! Oh, mijn ijsjes zijn vastgesmolten. Die kan ik zo toch niet meer verkopen? Het is minder erg dan je denkt. Kom maar, dan laat ik de ijsjes in. Dat kan nog best, hoor. Zeg, Olly Ongeluk? Ja? Wat heeft Bella nou gezegd over een vergrootglas in de felle zon? Ja, wat zei ze ook alweer? Als ik het me goed herinner, zei ze dat je er brand door kon krijgen. Oeps. Inderdaad. Ik, privédetective Olly Ongeluk, zal nooit meer een vergrootglas in de felle zon leggen. En daar kun je van op aan. Een privédetective. Nog bedankt, hè? Je bent een echte held. Ik dacht dat al mijn ijsjes veranderd waren in limonade. Graag gedaan, Ijfke. Maar we kunnen de ijssalon morgen pas herstellen. Dan help ik ook. En ik ook. En wij ook. Dan trakteer ik jullie allemaal op een ijsje. Ja! Ja! Oh, ja! Ja! Zo, en hoe ging het? Was er deze keer echt brand? Ja, en daar ben ik best van geschrokken. Het spijt me dat ik die melding eerst niet serieus nam. Kom, je kunt het toch wel eens een keertje mis hebben? We vullen elkaar gelukkig goed aan. En de brand is toch geblust, of niet? Maar hoe kwam het nou dat er brand was? Omdat Olly Ongeluk zijn vergrootglas in de felle zon had laten liggen. Het was dus eigenlijk allemaal zijn schuld. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met zo'n vergrootglas. Je kunt het ook niet zomaar in de zon laten liggen. Nee, maar hij heeft zijn lesje wel geleerd, denk ik. Ja, en hij heeft beloofd dat hij nooit meer dezelfde fout zal maken. Maar ik vond het wel vreemd dat hij zichzelf privédetective noemde. Oh, straks gaat hij zich ook nog met mijn werk bemoeien, zeg. Hij wilde alleen maar helpen. En ook al heeft hij de brand veroorzaakt, het is wel goed dat hij ons meteen heeft gebeld, zodat jullie je werk konden doen. Jullie zijn helden. De helden van de stad. Hoi, Reggie. En heeft Sam je gemaakt? Ja, en het viel eigenlijk reuze mee. Het was eigenlijk zo gebeurd. Wauw. Heb je je bij de garage laten maken? Yep. En Philip mee? Zo'n stoere bink als ik is zo klaar in de garage. Nog bedankt, hè, dat je me naar de garage hebt gestuurd. Als jij me niet had overtuigd, was ik echt niet gegaan. Ach, Reggie, je weet toch dat je kunt rekenen op 's werelds allerbeste speursnavel?